Hij gaat kiezen, jongens. Hij gaat kiezen. Na weken, maanden. Wat denken jullie? Ja. Ik vind het spannend. Ik durf niet te kijken. Italië is het beste. Oh my god. Oh my god. Ik snap het niet meer. Hij gaat met hem trouwen. Ik denk het. Die arme oog hier. Oh. Nou, ik dacht eigenlijk in het voorstukje al wel het een en ander te zien aan zijn reactie. Ja, ik ook wel. Maar is het een goede keus? Zenuwachtig. Ja. Ja, ik zal gelijk een janken uitpassen als ik moet zeggen van ik ga niet meer trouwen. Ik ga niet zeggen dat ik ga niet meer met trouwen. Leuke. Niet tegen jou. Wat een avontuur. Wat een avontuur. Jeetje. Nee, maar ik denk dat het hetzelfde gaat zeggen. I can't let you go. Ik denk dat het pas met altijd gaat zeggen. Nee, maar ja, dan ben ik gewoon zo bang dat ik je dan verlies. Ik had echt het gevoel van nou, dat gaat hij nooit redden. Kom op, dit is ja, maar gewoon poepie, al... dat is zielig. Lach niet. Oh. Ik zit al 3 weken geloof ik vanavond als ze trouwen. Ja, dat Oké, nou, dat was... Gewoon een zenuw in mijn maag. Oh, schijt ik uit. Poepie. Dat is lief. Ja, echt op de fiets wordt verboden dat meldt de minister van Milieuhuis vandaag. Maar ik geloof dat de spullen zijn zo storyboy. Omdat hij al fietsend aan het hebben was en is doodblij dat hij op komt. En Gordon gaat inderdaad volgende week eigenlijk trouwen en duidelijk maken met wie. Wordt het misschien toch Manuel? Nou, Roberto is er ook klaar mee. Ja, gaat volgende week eindelijk trouwen, zegt hij. Dan maak je kijk op de fiets van blik dat aans van de huwelijk van hun lievelingen. Just not that you know that mama. Donna, hou eens op nou. Goedemorgen, leuk dat jullie weer kijken naar onze vlog. Ik ben Serzo. Ik ben René. En het sneeuwt. Het sneeuwt. Moet jij misschien even laten zien. Oh, the weather outside is frightful, but the vibe is so delightful. Since there's no place to go, let it snow, let it snow, let it snow. Nou, we moeten wel naar je moeder, dus we have a place to go. Poppy, het sneeuwt, dat is echt lang geleden. Dat is zo gek. Ja, er is een baby geboren daar. Gefeliciteerd! Gefeliciteerd, Mike! Of nee, met Mike. Nou, knalt die boom aan. Bam! Rendier aan, Rudolf. Rendier aan. Bam! Dit is leuk. Hey. Kom. Tada! Ah ja. Holy shit. En dat film ik nou net niet, hè, schat. Ik doe echt niks. Oké, we waren stonden ineens 180 graden gedraaid. Met een tram achter ons. Ja. En nu? Wat de hel was dat? Ja, nou, dat is echt, dat bewijst maar weer dat ik echt niks hoef te doen en je staat gewoon ineens gedraaid. Ja, en je mag niet remmen, hè, schat?
toch? Je mag toch niet remmen als je glijdt? Je hebt ABS, dus dat maakt niet uit. Ja, je moet niet vol op de rem inderdaad, maar dat heeft geen zin. Eigenlijk zeggen ze toch juist of gas los, ja. Of juist... Uitlaten. Oh my god. Ha. Nou, hou de camera maar in de huis, want nou. Het gaat volgens mij nog een keer gebeuren. Oké. Okay. Wel leuk hè, zo'n ritje. Gewoon met 30 km per uur rijden zo naar je moeder. Gelukkig woont ze maar 10 minuten hier vandaan. Ik voel me gewoon nu een half uurtje over. Blijft ook gewoon goed daar eigenlijk besteld. In Boerdijk. Wacht even. Iets met de Griek. De nieuwe Griek. De nieuwe Griek. Ja, nieuwe Griek in Poeldijk. Kom maar. Dik pak sneeuw buiten. Nog binnen een uur besteld of bezorgd. En echt die hard. Ja, en super lekker. En veel. En veel. Ja, ik rijd niet op. En een lekkere souvlaki. Nee, moussaka. Moussaka. Moussaka zijn. Oké. Okay. Ik ben niet helemaal wakker, hè? En dan gaan we zo meteen nog de baklava proeven. Mm-hmm. Donald trekt met zijn snuit op die... Hey baby. Ik geloof dat als we nog even wachten, dan kunnen we met de slee. Ik wil niet vervelend zijn, maar ik denk dat we hier ook mooie foto's kunnen maken. I just wanna see where your love can take me when I'm with you.